Hebben jullie Heerenveen inderdaad zo goed bestudeerd? We stonden wel 3-0 voor met rust. Eigenlijk precies op de manier zoals we bedacht en getraind hadden. Dus, ja. Snel Veerman vastzetten. Een beetje blok op middenveld met Rienstra en Tekie. En jouw rol, wat kreeg je mee vandaag? Verdedigend speelden we in principe vanaf het begin zeg maar, iets meer man op man. Dus als ik wat verantwoordelijk voor Kongolo. En wanneer het nodig was, dus wanneer Polter het niet meer aan zou kunnen lopen, dan zou ik wat druk naar de rechter centrale geven. En in balbezit iets minder vanaf de as, maar iets meer vanaf de linkerkant. Om daar met Hansson af te wisselen, zeg maar. Om 2-1 eigenlijk een beetje te maken voor die rechtsback. Maar ook minder diepgang van jou, wat natuurlijk jouw kracht is, vaak ook, in het diepte spelen. Ja, meer tussen de linies blijven, om het moeilijk te maken. We hadden eigenlijk wel bedacht dat ik heel veel diep zou gaan, moet ik zeggen. Dus dat als die rechtsback door ging dekken, dat ik dan bijvoorbeeld die hoek in zou gaan of Polter. Maar uiteindelijk, voor mijn gevoel, was het nu niet zo vaak nodig. En was er inderdaad best wel veel ruimte daartussenin. Dus probeerde ik daar een beetje te zoeken. En ja, daar viel ook uiteindelijk die goal. Want bij afwezigheid van Seuntjes werd er eigenlijk meer voor afwisseling gekozen. Zo, moeten we het zo een beetje samenvatten? Want het is niet dat jij in één keer dus in de as kwam te spelen. Het was juist op allerlei posities opduiken. Ja, maar niet per se met het missen van Seuntjes te maken volgens mij. Maar we hadden gewoon... De trainer had gewoon wat moois bedacht tegen Heerenveen. En dat pakte goed uit. Ja, die goal. Laten we hier gelijk eens even bijpakken. De 0-3. Het begint natuurlijk eigenlijk met een voorzet vanaf de zijkant. Waar een misverstand ontstaat tussen Mulder en Bogdanovic. En dan krijg jij en neem je ook behoorlijk wat tijd, hè? Sorry? Je neemt wel behoorlijk wat tijd, hè? Om even rustig te kijken, eens even kijken. Nou ja, oh, daar zit het gat. Ja. Nee, ja, Lisandro geeft hem terug aan mij, gelukkig. Ja, had ik zelf kunnen schieten. Had hij kunnen doen. Maar ja, hij wilde natuurlijk ook een assist, hè? Ja. Ja, dat wist hij toen al. Ja, tuurlijk. Nee, maar ja, ik kreeg die bal en ik zag inderdaad, volgens mij was het Veerman komen. Dus hij kwam iets gelukkig, maar ik wilde hem ook die kant op aannemen. En toen legde ik hem goed en keek ik nog één keertje en zag ik dat Mulder eigenlijk nog niet terug was. Dus, je zei net iets over de coach, Josh Hulté, dat hij toch weer een vinkje had vandaag, tactisch. Is dat vaker zo in de wedstrijd? Merk je dat hij bepaald naar de tegenstanders kijkt om te kijken waar jullie een voordeel uit kunnen halen? Is dat iets anders of was het voor de tijd ook al zo? Het was voor die tijd ook al zo. Ik heb het idee dat, laat ik zo zeggen, als wij de wedstrijd inkomen, dan ben ik in ieder geval, en ik hoop dat volgens mij is de rest dat ook, dusdanig voorbereid dat ik eigenlijk precies weet wat ze eigenlijk gaan doen en waar we ze pijn kunnen doen. Toen jij die overstap maakte van Ajax naar PEC Zwolle, toen is het eigenlijk in Zwolle niet helemaal uitgekomen. Heb je misschien het plezier in voetbal ook weer terug? Nou ja, als je speelt en als je scoort is het altijd een stuk leuker. En ik heb het verder wel naar mijn zin gehad bij Zwolle hoor. Alleen het is uiteindelijk op het eerste half jaar gewoon door allerlei dingen en omstandigheden en waarschijnlijk ook wel door mezelf niet 100% gelukt. En daarom bewust even gekozen voor NEC vorig jaar. En misschien voor sommigen was het een verrassing, want in principe wilde ik ook niet terug naar de keukenkampioendivisie. Maar dat was met een reden en dat was om deze reden. En, maar om plezier in voetbal weer terug te vinden, om weer te spelen, om gewoon weer... Ja, op zich het heeft niet zo per se heel veel met plezier te maken, want ik heb altijd wel plezier in voetbal. Maar als je bij Zwolle op een gegeven moment, als je de dag voor de wedstrijd bij de wissels met 11-11 traint, dan is plezier wel even weg. Maar meestal, als dat zo was, dan pakte ik na de training gewoon een zakballen en dan ga ik op doel schieten en dan blijft het toch altijd leuk. Het was natuurlijk een seizoen met hoge verwachtingen, met alles wat er binnenkwam bij Fortuna. Hè? Met de Rientjes, met jou, met Hansson, Polter, Seuntjes. Het begint als stroef en nu 13 punten uit 5 wedstrijden. Dan is toch een beetje de vraag, waar gaat dit eindigen? Ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Wij zijn lekker cliché, gewoon wedstrijd per wedstrijd. En woensdag hebben we Sparta weer en dan kunnen we weer een hele mooie stap denk ik zetten. En daar gaan we voor, maar ik denk niet dat het nu tijd is om gelijk helemaal doelstellingen of zo uit te spreken. Ik denk, wij zien het gewoon wel. En als we zo doorgaan, dan kunnen we hoge ogen gooien. Maar het zal vast misschien ook wel een keertje tegenzitten. En dan verlies je misschien een keer een wedstrijd. Daar moeten we ook niet voor weglopen. Maar wij doen in ieder geval alles aan om gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. En we zien het wel. Dankjewel.